Hallo beste kijkers, ja daar zien we weer. Ja, ik ga vandaag weer een uit te maken over Johnny. We hebben ieder al een uit gemaakt over Johnny. Ja, er waren hier veel negatieve reacties, maar ook hier veel positieve reacties. Veel begrepen de negatieve reacties, maar ook de positieve reacties. Maar ja, toch willen we Johnny helpen. We hebben in ieder geval al kunnen regelen dat ze vandaag een nieuwe caravan kreeg. En die krijgt ze van niemand anders dan Peter Gillis, Massa as Kassa. Dat hebben we kunnen regelen bij Peter Gillis. Johnny gaat ook een nieuwe plek krijgen. De gemeente is daar nog heel even mee bezig. Daar krijgen we volgende week uitsluitsel over. In verband met de privacy gewoon van niet zeggen hoe ze gaat komen. Maar in ieder geval, ze is in ieder geval nu al geholpen met een nieuwe caravan. Dus wat is Loes met Schreeg? Wat is Loes met Johnny? Ja, hallo. Boe. En misschien. Ik ben onderweg. Vraag zich die af waar Loes is in misschien. Ik ga een teug en ik blijf zo lang op de weg. Tot ik weet wat Loes is in misschien. Ja, beste kijkers. Ja, de caravan staat er. Ja, Mark, Peter en Johnny. Ja, Mark. Welkom in Maastricht. Dankjewel. Ja. Nee, we zijn super blij dat we die caravan hier hebben mogen kunnen brengen. En dat Jannie er enorm blij mee is. En dat heeft een traantje weg moeten pinken. Het komt gewoon uit een goede hart. En dat is het minste wat wij kunnen doen. Ja, ja Peter. Ja, ik zag het filmpje natuurlijk. Wat is Loes in Maastricht? Nou, daar zag ik natuurlijk Jannie in beeld. Nou. Ik zag natuurlijk de andere caravan, de raampjes kapot, vuilniszakken voor. Dus wij zaten te kijken. Ik denk, die vrouw moeten we helpen. Dus ik heb jou meegebeld van, hey Jeffrey, kunnen we wel helpen? Nou staan we hier met een caravan. Het is wel geen nieuwe, maar het komt echt uit ons familiehart, familie Gillis. En als ik nou zie Gianni, ja, dan is het echt, echt goed besteed. Ik zie ook dat het je emotioneel ook iets doet, hè? Ja. Wij zijn mensen. Wij zijn gewoon familiemensen. En, kijk, we kunnen niet iedereen helpen, maar zo hier en daar kan we wel eens een keer mensen gelukkig maken. Ja, Johnny. Ja, ik ben, nogmaals, ik ben er hartstikke kapot van wat jullie allemaal voor mij hebben gedaan. Echt jongens, ik moet mijn eigen goed houden, maar ik kan het niet meer. Nogmaals, jullie allemaal heel hartelijk bedankt. Ik heb het echt niet verwacht dat jullie dit voor mij over hadden, echt niet. Dat ik door de gemeente in de zeik gezet ben. Dat ze gewoon op me jagen. En vooral de handhaving. Die me openlijk hebben gezegd. We blijven op Johnny jagen tot ze de woning ingaat. Dat ik niet tegen een woning kan, dat weten ze allemaal. Dit is mijn heimat. Laat mij dan met rust en in vrede leven. Al is het nog tijdelijk hier. Maar laat me alsjeblieft met rust. Dat is het enige wat ik nog kan vragen. Oké, Johnny, dankjewel. En ik wil wat is Loes in Maastricht ook heel hartelijk bedanken wat ze voor mij in hebben gezet. Ik ben er zo blij mee. Ik kan er echt jullie niet meer uit mijn woorden komen. Ik wil jullie echt allemaal. Oh, Johnny, wel recht blijven, meid. Wel bedanken. Echt waar. Ik hoop dat jullie nog veel mensen gelukkig mogen maken. Ja, jullie hebben nog een cadeautje voor Johnny. Ja, kijk, als een keer een koude avond is, het Gilliske, dat is een drankje van de familie Gillis. Nou, portretje van Petertje erop, twee glaasjes, dus mocht er nog een handhaver bij jou zijn die een borreltje mee wil drinken. Het Gilliske, hè? En voor de mensen thuis, de Hatzenflatshop, kan je ze allemaal bestellen. Bedankt, alsjeblieft, jongens. Meidje. Heel hartelijk bedankt. Of zal hem gelijk opdrinken nou? Nee. Dat is te vroeg, hè? Dat is te vroeg. Maar vanavond heb ik een slokje van deze. Oké, dan denk aan ons, hè? Dan denk ik zeker aan jullie. Oké, meid. Oké. Okay. Alsjeblieft. Paddy, die bekommert zich om Johnny. Ja. Ik ben sinds mei kom ik nu bij Johnny. Johnny is een vrouw die echt
voor alles hulp nu te krijgen. Dus ze belt me iedere dag, dan is ze voor een commissie of voor dit of voor dat. En ik ben nu bijna iedere dag wel even bij haar, 1 tot 2 keer, omdat ze ook heel dicht bedreigd wordt. En ik moet zeggen, tot nu toe gaat het wel. Okay. De rotzooi is ook minder. Ja. Dus ze is wel op de goede weg, absoluut. En ik ben blij dat ik daar voor haar mag zijn, want het is toch een vrouwtje van 70 jaar, dat mag je van niet vergeten. Ja, ja, oké, okay, beste kijkers, ja, ik heb het gezien. Ja, vandaag zijn ze een caravan gekregen van Peter Gillis en Mark waren samen heen met hun tweeën. Ja, hartstikke geweldig initiatief van hun. Ja, ook geweldig ook van het Liggende Zeild en van Paddy dat hier zich bekommert om Gianni. Nogmaals, wie ik in het begin heb gezegd, ja, er gebeuren heel veel negatieve dingen over Gianni gezegd, heel veel positieve dingen. Maar Gianni blijft toch een mens. Ze is 70 jaar en, ja, en ze heeft toch wel hulp nodig. En veel gewoon helpen om haar in ieder geval op de goede weg te helpen. Of het is gelukkig weten van niet, maar we gewoon het wel proberen. Samen met een werkgroep en ook met het Liggende Zeild. Ja, en met Waddenstoze Maastricht. En ook bedankt aan Claudia van D66. Waddenstoze Maastricht, Waddenstoze met Gianni. Oh, ik werd wat los is in Maastricht.